Edwin Geudes, je scoort hier een heel belangrijk doelpunt. Maar een fantastische hoekschop, mogen we toch wel zeggen, van Alexander Maas. Ja, zeker. We trainen er heel veel op. En eindelijk gelukt nog eens op een hoekschop. Het was lang geleden. Maar toch een moeilijke wedstrijd. Eerste na de winterstop, altijd moeilijk. Was een taaie ploeg of hoe liep het niet vlot bij jullie? Ja, wel, de eerste 20 minuten liep het bij ons heel vlot. De combinaties waren mooi. Maar dan hadden we het lastig en de ruimtes werden groter. En Dender heeft het toch wel vrij goed gedaan, vond ik. Het was gewoon zaak van de 1-0 bouwde. Je hebt natuurlijk een zware stage in de benen. Speelt dat mee? Ja, ik weet het niet. We hebben natuurlijk wel heel hard gewerkt. We kwamen er vrij laat terug, maar we waren wel klaar voor vandaag te spelen. Dus dat mag geen oorzaak zijn. Maar zoals ik zeg, de eerste wedstrijd na de winterstop is altijd lastig. Je moet terug in dat ritme komen na toch een drietal weken geen wedstrijd gehad hebben. Een vriendenwedstrijd op stage is altijd iets anders. En terug voor de knikkers spelen. Hè. Hoe was de stage? Goed. De omstandigheden waren heel goed. Goed hotel, goed eten. Het weer was soms wel een beetje minder, maar toch beter als in België. Oké, veel succes nog, Kevin. Ja, dank u wel.